Ja, dit is lijp toch, jongens? Ik ben heel blij met de cobblestone-keuze uiteindelijk. Oh! Huh? Wat gebeurde hier? Huh? Er zit een pufferfish! Het was Rick! Dit betekent oorlog. Pak het, jongens! Ja! Yeah! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we wedergekeerd met een squid. Ik begin vandaag op mijn vlot, op mijn raft, op mijn weet ik veel hoe je het wil noemen. Om even te kijken naar mijn prachtige diamond die ik heb verdiend. En ik heb weer nieuw hout bij elkaar geraapt. Gelijk voordat ik de video ging opnemen dacht ik, weet je wel, ik geef hout bij elkaar halen. En ik wilde mijn prijs aanpassen, want dat is 1 dia 2 stack en dat is zoveel. Dus daar maken we maar gauw 1 diamond voor 96 hout van. Oftewel, 1,5 stack. Maar leuk dat jullie er zijn. Abonneer allemaal zeker even. En we gaan weer voor 3000 likes. Dus like gelijk de video. We keren terug bij ons kasteel. En zoals beloofd ga ik daadwerkelijk beginnen met het kasteel. En niet alleen de poort zoals ik hier nu heb. Ik had alles klaargelegd vorige episode. Heel veel steen, heel veel cobblestone, heel veel stone bricks, weet ik veel wat. En een beetje mossy cobblestone. Weet je wat, ik begin wel gewoon een beetje. En ik zie jullie zo meteen de progressie. Ik ben begonnen met de rustige outline. Ik wil hier de trap omhoog maken. En dan wil ik een heel plat platform hier maken. Dus er staat het kasteel eigenlijk op een platform. Dus die wordt nog een stukje breder daar en dan gaat hij hierheen en hier gaat hij ineens heel diep, dus daar moet ik even mee opletten. En dan heb ik gewoon een rustig platform waar ik op kan, maar dan denk ik van ja, maar het ziet er toch helemaal niet mooi uit, zo'n grote vlakte en zo. Dit gaat er leuk uitzien, jongens, jullie moeten me vertrouwen. Het gaat je niet eens opvallen dat het een beetje plat is hier, omdat dit allemaal niet plat is en omdat de hoogte in het platform wel verschilt. Weet je wat, jullie zien het wel. Maar ik heb verder ook nog leuk nieuws. Toen ik even aan het voorbereiden was met houthakken en zo voor in mijn winkeltje, toen kwam ik een kat tegen en nu heb ik een eigen kat. En het is aan jullie om hem een naam te geven in de reacties. Ik dacht zelf aan Dikkie Dik. Dus vind je Dikkie Dik nou een leuke naam? Laat het weten in de reacties. Heb je een andere leuke naam in gedachten? Laat die ook weten. De outline is al goed op weg. Ik ben lekker bezig met al die pilaren hier omhoog aan het brengen. Ik heb een soort uitbouwtje hier gedaan waar ik twijfel aan om hierboven dus of een leuk grasveldje te doen zodat er een soort tuintje is. Of juist een uitsteeksel in het kasteel zelf. Ik ben daar al heel ver. Ik ben hier op zich ook al ver. Ik ga nu even kijken hoe ik dat met dat hele steile gedeelte hier ga doen. Dan denk je van hoezo stijl? Het valt wel mee. Als je hier kijkt is het echt ineens heel steil gaat het naar beneden. Maar ik wil hem wel echt ver doen. Maar misschien hoeft het helemaal niet zo van. Als ik zo kijk, dit is op zich al best wel groot. En misschien moet ik niet te ambitieus gaan doen, hè? Kijk, Rick is even komen kijken wat ik allemaal aan het doen ben. En we zijn helemaal klaar met de outline. En ik heb het veel te groot gemaakt. En Anne, die heeft nog heel veel normaal steen. Dus ik ga sowieso even naar Anne toe om daar te onderhandelen over steen. Misschien kan ik wat leuks voor haar geven. Misschien dat ik even uit goede doel even wat dark oak blocks meeneem voor haar. Maar ik heb het echt veel te groot gemaakt, jongens. En dit is alleen nog maar het platform waar het kasteel opkomt. Dus het wordt zo veel werk, maar ik heb er echt insane veel zin in. Dus like even als je benieuwd bent. Hallo? Jemig. Hallo? Hallo. Hey, jemig. Wat is hier allemaal gebeurd? Veel, hè? Ja. Hey, Noah. Kom maar. Ben je hier nog niet geweest? Nou, één keertje, maar dat is echt lang geleden. Het ziet er echt leuk uit. Ja, het is nu echt gewoon helemaal ingericht, zeg maar. Van binnen ook. Oh, die ingang vind ik echt mooi. Wow. Ja, leuk, hè? Ik ben er echt ook wel blij mee. En onze heilige kameel. Is het chatroom. Dit is een paarden... Ja, oké, weet je, heilige kameel. Nee, het is een kameel. Ja, oké. Wow, leuk dit, hè? Hey, maar, echt leuk ingericht. Heb je echt cobblestone nodig of stone? Nou, steen zelf zou ook goed. Laat maar even zien wat je hebt, in ieder geval. Ja, heb je nou... hier zo in de kist. Noah. Oh, dit is gewoon een persoonlijke kist of zo. Ja, dat zijn onze dumpen, chat. Oh, waar? Hier? Maar daarnaast, ja. Ja, hier op de steen. Bovenste is eigenlijk alleen maar diepsteen. Oh, heb je dat steen veel nodig, denk je? Of? Nee, wij gebruiken het eigenlijk echt helemaal niet. Ja, hier hebben we cobblestone. Cobblestone en steen? Gewoon. Ja, oh, Noah. Weet je wat? Ik dacht dat jullie veel zouden geven. Dus krijgen jullie van mij 4 stack. Oh, dark oak. Ja, daar zijn we blij mee. Maar dan mag ik wel meer steen pakken nog? Of? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Yeah. Oh, hier ben ik zo blij mee. Eigenlijk echt helemaal niks mee. Ja, dan dump ik even in jullie dumpkist. Dump ik ook even wat ik ga dumpen. En dan nog meer steen. Oh, wat top. Heb je ook nog cobblestone dan? Of nog meer ergens liggen? Of? Nee, cobblestone verder niet meer volgens mij. Nee, oké. Okay. Echt alles. Nee, maar dat is top. Mijn inventory zit nu weer helemaal vol met steen. Dit is. Nice. Dit zal ik niet vergeten. Nou, succes met je kasteel dan. Ja, ik ben echt al ver. Dat trouwens, dat is niet helemaal waar. Ja? Oh, nou, ik misschien zo wel even kijken. Ik ben een platform aan het bouwen. Hoe heb jij trouwens zo full diamond? Hallo, enchanted en al. Wacht even, waar is jullie diamond kist? Die wil ik even kijken. Nee. Die wil ik even bekijken. Nee. Waar staat die? Horse. Hallo, 18 blokken!
Hallo! En die eigen ijzer! Weet je hoe blut? Ik heb 3 diamonds of zo. Ik ben blut. Nou, als je ooit echt iets nodig hebt, misschien kunnen we dan wel iets... Nou, ik ga wel mijnen, joh. Weet je? Ik word uiteindelijk nog rijker dan jullie met jullie piramide. Ja? Maar het ja? is op zich wel logisch. Piramides zijn altijd vol met schat, hè? Maar die kan je altijd... je hebt van die... hoe noem je dat? Piramideraiders of zo? Joe! Altijd gunstig om even langs Anne te gaan en heel veel steen te claimen. Kunnen we gelijk door met ons kasteel? Ik heb insane veel cobblestone en insane veel... Nou, op zich wel veel normaal steen nu. Ik ben er zo blij mee, want ik was alweer bijna helemaal broke. Maar Anne heeft me gered en ik heb haar in return best wel wat hout teruggegeven daarvoor. Dus het heeft mij op zich ook alweer wat gekost, want hiermee kan ik echt veel diamonds maken, verdienen. En ik kan hier overigens ook gewoon heel veel mee bouwen. Maar ik heb uiteindelijk minder hout nodig dan steen. Dus het is wel uit... op lange termijn gaat dit zeker een goede deal zijn. Ik denk zelfs op korte termijn. We hebben ook heel veel blaadjes gecollect. Ik heb gewoon met meerdere schaartjes heb ik alle blaadjes van de bomen in de buurt hier geschoren. Klinkt zo raar, blaadjes geschoren. En daarna de bomen weggehakt, waardoor het helemaal kaal is. Daar twijfel ik, jongens, om hier of gewoon cobblestone met stone bricks te doen. Maar dan gaat het hele effect van de diepte wegvallen. Dus Rick kwam met het idee, wat nou als je de andesite tussen doet? Doet! Maar dan kom ik een beetje bij hetzelfde blok van mijn vorige kasteeltje. En ik wil dat niet echt. Dus ik vind het een hele moeilijke keuze wat ik hier tussen ga doen. Daarom ga ik maar eventjes een beetje hier met deze lage blokken ga ik even experimenteren, zodat ik niet helemaal alles gelijk doe en het dan ineens niet meer mooi vind. Ik ga gewoon even experimenteren bij de laag hier. Eerlijk gezegd is cobblestone niet eens zo heel lelijk. Ik twijfelde, want ik denk, ja, dan heb je al heel veel cobblestone. Maar wat nou als ik hier gewoon nog wat mossie doorheen doe en misschien heel af en toe toch een andesite blokje? Maar dat ik gewoon rustig begin met de cobblestone. Kijk, ik heb hier die mossie bloks en af en toe zo'n mossie cobblestone erin. Hier, dat maakt het denk ik helemaal nog wel even leuk, weet je? Ja! Weet je wat? We doen gewoon cobblestone. We maken wel echt een enorme gok ermee, maar ik denk dat dat wel uiteindelijk wel echt heel leuk kan zijn. Ja, dan ga ik nu zoveel mogelijk vol proberen te bouwen. Kijken hoe ver ik kom. Daarna misschien zelfs dit al helemaal dichtbouwen, zodat ik er overheen kan lopen als ik genoeg steen heb. En dat is natuurlijk nog steeds de vraag. Het is zo ontzettend groot. Ik ben eerst alleen nog maar al deze paaltjes hier aan het bouwen. Oh, zeg maar dat ik ze op de goede hoogte... Oh, ik heb ze gelukkig op de goede hoogte gebouwd. Kijk, rondom heb ik nu overal daar stairs geplaatst. En ik zit echt mijn suf te klikken. Ik zit echt... En dan gewoon lang. Misschien dat ik wel genoeg cobblestone ga hebben. Ik twijfel echt. Maar aan dit te zien hoeveel ik nu al gedaan heb, zou ik het redden. Maar dit hier gaat 2 keer zo diep en zo hoog. Dus ik twijfel weer. Maar hier wordt het weer gecompenseerd met maar 3 blokjes hoog. A few moments later. Jongens, ik heb echt volgens mij net aan genoeg. Het is niet te geloven. Ik heb zoals je ziet, ja, 6 cobblestone over. En ik weet niet of ik nog in mijn kist heb zitten. Alleen maar slabs en stairs. Ik heb alles is gevuld met 6 cobblestone over. En dat komt echt omdat ik heel veel... Nou, trouwens, dat is ook gewoon uiteindelijk cobblestone. Ik heb wel nog best wel wat mossie cobblestone over. En nog wat flowering azaleas, omdat ik net wat ging halen. Maar hij is wel helemaal gevuld, althans behalve hier. Omdat, ja... Oh, het gras zit hier natuurlijk een beetje vervelend. Maar dat moet ik nog even kijken hoe ik dat ga vullen. In ieder geval tijd om het laatste randje erop te doen zoals dit. En dan is het gewoon al af. Dan is mijn hele beest af. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ben blij met het resultaat. Maar ja, wat ik al eerder heb gezegd, het is zo groot. Maar het meest vervelende is nu klaar, vind ik. En dat is telkens het hoogte. Want je moest heel veel oppassen met fall damage en de bos aan de kant hakken. En een beetje de ruimte goed in kunnen schatten. Maar nu is dit gewoon opvullen. En dan heb ik een heel plat platform om op te bouwen. Nou, hoe leuk is dat? Van binnen ziet het er helemaal niet uit natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk ga je hieronder nooit zijn. Ik wil eens even van afstand kijken. Ik ga richting de berg daar en dan ga ik er naartoe kijken. Ja, dit is lijp toch, jongens? Ik ben heel blij met de cobblestone keuze uiteindelijk. Ik twijfelde er echt over, maar als je het gewoon zo ziet, het beginsel van mijn kasteel, imagine, daar bovenop nog een kasteel. Dus misschien dat ik nog wat... Oh, ik kan er leaves aan toevoegen. En wie weet maak ik uiteindelijk, omdat dit best hoog is, hier op de helft nog een soort platform. Er zijn heel veel opties die we nog kunnen doen, jongens. Voor nu is het tijd om te slapen. Het is 11:30 s'avonds. Ik ga morgen lekker verder. En zo keren wij terug op een nieuwe dag. Ik zat net even in call met Justin en alle andere gasten die online waren, maar vooral met Justin, want die was weer aan het klagen dat al mijn dark oak op was in de winkel. Ze krijgen ook gewoon niet genoeg van mij, hè? Dus ik heb het al gelijk even gesorteerd hier. Hoppakee, dit gaat allemaal mee naar de winkel en dit hier blijf ik houden voor mijn eigen bult. Laten we er gelijk even heen gaan. Even al onze diamonds claimen en het geklaag laten stoppen van alle andere contentveners. Kijk, daar staat hij al, hoor. Ik zag hem al staan. Kijk, wat een loser wachtend op mijn hout. Hallo? Hey. Oh, jullie zijn allemaal echt gewoon zo druk bezig met al het hout leegkopen uit mijn winkeltje. Ja, maar jij bent gewoon een
geen goede verkoper. Hoezo ben ik geen goede verkoper? Ja, dat moet altijd voorraad zijn. Weet je wat? Ik maak het duurder, puur omdat je dit zegt. Nee. Jawel. Nee. 1 stack is 1 diamond, 1 dia. De business loopt goed, Justin. Laten we dat zeggen. 1 stack, dat was het toch al? Nee. Oh nee. Het was 1,5. Hier. Wat dachten we ervan? Jij bent een oplichter. Ja, ik weet niet of ik een oplichter ben. Nee, maar ik leef omdat je me pest. Ja? Ik heb 2. Voor 2. Hallo? Ja, nee, maar je bent een oplichter en je pest mij. Nee, maar dan krijg je niet 2. Ja, maar je pest mij. Weet je wat? Oké, kijk, ik leg de ene terug. Omdat jij je was met de oude prijs, krijg jij nog 1,5 stack. Ah, maar vanaf nu, is dit de prijs, hè? Maar het bordje is zo makkelijk te veranderen, hè? Hou op. Red Mushroom zoekt niet zo goed. Nee, maar wie wil die? Ja, weet ik veel. Misschien willen mensen potions maken of zo. Wil je een nieuwe update van mijn huis? Ja, sure. Oké. Okay. Hij ziet er hetzelfde uit als vorige keer. Oh, nee. Hij is een beetje veranderd. Kijk hier. Hier ziet hij er anders uit. Ja, oké. Hij ziet er mooi uit. Je hebt inderdaad andere blokken gekozen en zo. Ja, dit is leuk. Ja, dit is erg leuk. Leuk, hè? Ja. Ik hou van jou. Wat gebeurt hier? Zit er een puff? Er zit een pufferfish! Wie heeft die pufferfish daar geplaatst? Ik. Wie is de boosdoener hier? Bram! Kut Bram. Die gaan we eventjes hier plaatsen voor nu. Hé, maar zo komen wij wel aan veel diamonds, hè, jongens. Hatseflats, wat dachten we ervan? Het was Rick. Dit betekent oorlog. Maar voordat we die oorlog kunnen doen, wil ik eigenlijk het even opvullen. En ik dacht eerst aan dirt. Maar op een gegeven moment, als ik er gewoon een vloer in ga doen, dan moet ik die dirtvloer ook weer gaan vervangen. Waarschijnlijk voor hout. Dus, mijn beste jongens, dames en heren, appels en peren. Laten we er allemaal dark oak slabs van maken. En die eventjes hier gaan plaatsen op deze manier. Toenk, toenk, toenk. Oh, toenk, toenk. Toenk, 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 toenk. En dan dat helemaal vol. Dat het één groot houtplatform is. Jij was het! Ik schrok me kapot. Ik wist niet wat er gebeurde. Ja, ik schrok serieus echt. Ik had echt geen idee. Ik had wel op zich al snel wat door wat er gebeurde, maar... Dat was wel leuk. Leuk bedacht. Hallo? Hey, jij wilde mij spreken, koning Justin. Aangenaam. Ja, we moeten binnenkort een plan maken om Chris te bevrijden. Chris van Rick, Olaf en Bram bedoel je, toch? Ja, die hebben ze Chris genoemd. En dat vind ik niet kunnen. We moeten Chris bevrijden, Justin. Chris de ezel. Binnenkort gaan wij Chris bevrijden. Kom jij maar met een goed plan, ik help je. Ik zei helemaal koning, kingdom... Ja, en dan gaan ook helemaal niks meer laten blijken dat het van hem is. Dus we gaan zijn naam ook veranderen. Want hij nu heet hij Rick Force. Echt? Ja, kan echt niet. Hij heet niet meer Chris. Hij heeft een eigendomsbewijs en die moet ik hebben. Oké, weet je wat? Ga jij een plan bedenken om Chris terug te stelen? Dan ga ik je helpen, wanneer nodig. Dankjewel. Ja, ik vind het een beetje zwaar. Doei. Ja, dat snap ik. Doei. Doei. Justin heeft in het echt een ezel genaamd Chris. En Rick en Bram en Olaf hebben nu in Minecraft een ezel genaamd Chris. Dus we gaan hem terugstelen. Ik heb wederom bezoek. Nee. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Wat doen we hier? Nee. Wat waren we aan het doen? Nee. En vlucht maar. Zwakkeling. Wat was je doen? Ik wilde je bespioneren, maar je stond er al. Dus mijn hele koffer was weg. Hoe lang stond je er al? Ik denk enkele seconden. Misschien, ik kon de berg oplopen en ik zag jou en jij zag mij. En toen was het al te laat. Toen was het al klaar. Ik draai me om en ik zie jou in deze. Je hebt ook echt je shiny armor aan staan, hè? Dat is ook gewoon niet moeilijk om jou te spotten. Maakt niet uit. Jezus Christus, Max. Wat? Wat ben je allemaal aan het maken hier? Ja, dit is mijn plateau waar mijn kasteel op komt. Oh, ik dacht... Oh, dit is letterlijk... Oh, je bent zo na... Ja, succes met nu weer terugkomen. Je moet... Ik zit met een probleem. En dat is dat mijn hout op is. Je zag hoeveel hout ik net nog had. En dat is letterlijk allemaal in deze stacks gegaan. Er zitten zo ontzettend veel stacks aan slabs hierin. Dat ik denk ik... Of even een paar bomen ga hakken. Of ik ga even 1 stack hout uit mijn winkel pakken. Nee, ik hak wel gewoon wat nieuwe bomen. Want ik vind het een beetje zonde uit mijn winkel te halen. Hé, wacht eens even. Ik heb hier trouwens nog best wel wat slabs chillen. En hiervan kan ik ook nog slabs maken. Nou... Dat is echt gewoon precies 2 stacks nog. Dan ga ik het bij lange na niet meer redden. Ik denk dat dit nog wel 5 à 6 stacks zijn. Misschien nog wel meer zelfs. Maar we gaan even kijken hoe ver we komen. En dan bedoel ik, de 2 stacks zijn op en dit is nog steeds over. Dus het gaat zeker nu nog wel 4 à 5 stacks kosten. Laten we even zoveel mogelijk hout hakken. Ik heb een tweede extra bij. En dan komen we terug. En zo is hij helemaal gevuld. Jemig wat er werkt. Maar ik ben er wel ontzettend blij mee. Ik denk dat het eerstvolgende wat ik ga doen is hier het trappetje even maken. Dat wordt helemaal breed zoals dit natuurlijk. En misschien in plaats
van dat het een inham heeft, dat het juist de buiten loopt, waardoor die ook even wat details heeft aan de buitenkant. En dan twijfel ik of ik wil beginnen met het kasteel of juist de muren even. Want nu ik dit heb, het kasteel kan natuurlijk alleen hierop komen, dus het zal nooit echt breder worden dan dit. Waardoor ik nu wel mijn muren zo bijvoorbeeld hier naartoe kan maken en dan A kan laten sluiten aan of dit of dat uitsteekseltje daar, maar dan heb je hier wel een heel krap iets. Dus ik denk dat ik deze muur gewoon zo bloep bloep doe en dat je een heel kort stukje hier hebt. En dan aan deze kant twijfel ik of dat ik hem gelijk zo bloep, zo hier gelijk hier tegenaan laat lopen, waardoor je hier alleen een heel klein hofje hebt. Of ik doe deze ook nog wel een beetje breed hierheen en dan zo en dan halverwege dit stukje muur zo rechtstreeks hierheen. Daar twijfel ik nog over, maar laat ik in ieder geval beginnen met aan deze kant, want dit is toch een klein stukje muur. Dit gaat zo pap pap hierheen lopen, waardoor je hier een heel klein hokje hebt en daar kan ik een boom of zo plaatsen, geen idee. Of misschien de stal, misschien kan ik daar leuke paardenstallen maken. Zo hebben we ook een keurig netjes trappetje hier gecreëerd, zodat we makkelijk omhoog kunnen. Het is helemaal vlak hier, ook gelijk belicht voor als het avond wordt. Want als ik dan die muren heb, dan kunnen er ook gewoon geen beesten meer binnenkomen. Dan voel ik me ook gewoon gelijk een stukje veiliger. Maurits vraagt zojuist in de chat of iemand hem kan helpen met de Wither verslaan. Dus ik denk absoluut ja, want wie weet kan ik de XP ervan meeclaimen. Volgens mij doet een Wither ook gewoon XP. Dus laat ik even snel een hele slechte boog maken. En dan kunnen we misschien zelfs een afspraak maken dat als ik hem help, dat ik dan af en toe zijn beacon mag lenen. Maar eerst gaan we die kant op. Hallo, ik ben echt gewoon niet voorbereid. Ik heb ijzerarmor, ik heb een fakkel op mijn hoofd. Maar ik ben er klaar voor. Ik ga even wat potions maken, zodat jullie niet doodgaan. Hé, hey, kijk, dat vind ik een goeie. Dan ga ik even rondkijken wat je allemaal aan het doen bent. Wat is dit? Wat is het? Een nieuwe base. Oh, maar deze ziet er cool uit. Die ziet er heel cool uit. Vooral de ingang vind ik leuk. Ja, van de binnenkant blijft natuurlijk niet zo, hè? Dus nee, dat snap ik. Dat de binnenkant niet zo blijft. Dit is mijn base. Dit allemaal zelf gemaakt. Maar ik laat hem even weten in de chat. Als ik, ja, prima. Ik blijf je even rondwalen tot die tijd. Hier zijn ze ook een nieuw... Wat is het? Een nieuwe tempel aan het bouwen of zo? Er gebeurt van alles hier in de jungle, jongens. Allemaal jungle... Oeh, dit is leuk. Oh my days. We hebben eigenlijk best wel goed kopen. Hey. Voor de roleplayers. Oh. Kingdom 4. Hoe heet deze jungle kingdom eigenlijk? Kingdom Jungle. Kingdom Jungle. Met iron arm. Ja, we zijn sterk met ijzer. Wij zijn onoverwinnelijk. Dan heb ik nog voor jullie strength potions. Ja? Jij bent echt voorbereid. Jij durft wel. Ik speel gewoon deze game, snap je? Ja, oké. Oké. Jullie dan niet doen, hè? Oké, we gaan hem vlak bij mijn base killen. Dat weet je zeker? Ja, man. Zolang je maar niet naar Kingdom 4 gaat. Ik vertrouw. Onder de grond is. Zolang je inderdaad niet weg kan vliegen en alles kapot kan maken. Blijf dieren blijven leven. En anders moeten we bij Robin gaan huilen dat hij... Jezus, wat gaat dit diep? Hallo, ik dacht dat ik voor eeuwig bleef vallen. Jezus, we zitten gelijk op -60. Ja, respawn point is gezet. Ik heb hier ook even een lekker muurtje gemaakt, zodat je een beetje safe... Een beetje doorheen kan. Je hebt ook gewoon... Maar, Jezus, wat hier heb gaan je we plaatsen of zo, of... Ja. Hij gaat hem al plaatsen! Oh, ik had niet door dat ik al helemaal ready was. Ja, ga maar. Ik ben altijd ready. Ga maar. Wacht hier, doe de strength en zo. Ja. Oh, ja. Ja, ik heb... Nu, ik heb nog maar 40 seconden. Snel. Ja, go. 40? Ja, doe niet zo lang. Oh, we hebben allemaal een achievement. Ik wacht nog heel even. Rennen! Ja, nu al, man. Ja. Ik heb ijzeren armen, wat dacht je zelf? Is het kunnen? Nee, 3, 2, 1. De boog, of hij is weg. Ja, hij is gone, hij is gedespawned. Op een bepaald punt werkt de boog niet meer. En? Oh. Is hij sterk? Ik heb hem, jongens. Oh, mijn eigen pijlen schieten terug op me. Ik ben hem, jongens! Yeah! Auw. Hij is echt weak. Ik wil killen. No! Wie heeft hem? Wie heeft hem? Wie heeft de ster? Oh, hij heeft hem zelf. Ja, oké, verdiend. Wie heeft XP? Ik heb maar 8 XP. Hey! Ik heb 21. Ik had al. Nou, dat was leuk. Doei. En nou killen we Maurits om de ster te pakken. Ja! Maurits, mag je ster even vasthouden? Mag ik hem even voor de content? Weet je welke ster dat je hier mag hebben? Oh, dat is leuk. Nee! Ja, dat we zegenvieren! Ja! Lekker nee, Max! Lekker dan. Nee! Au. Ik ga de ding eens afsluiten, hoor. Oh. Nee, nou heb je letterlijk een hele lift vernietigd, Max. Nee, als je dat blokje hakt, dan doet hij het weer. Volgens mij. Voor je. Hij doet het niet meer. Nee, nou... Ik heb de lift vernietigd. Ook...
Oh, jij bent zo'n stomme randebiel. Oké, wil je de step, Ram? Ik wil de... Geef me hem. Nee! We kunnen langzaam nu verder met de muur waar ik het net over had. Laat ik dan ook gelijk eerst even met stone bricks gewoon de outline wederom maken. Zoals ik eerst altijd doe. Oeh, maar ik heb ook heel veel dirt nodig, want dit vliegt hier. En dat moeten we dus wel gewoon nog even netjes maken. En er moeten weer bomen omgehakt worden. Alsof ik nog niet genoeg bomen heb omgehakt. Ik ben begonnen door eerst even die toren helemaal naar de vloer te brengen. En hier even een platformpje te bouwen van hoe hoog ik het ongeveer wil hebben. Zodat het niet te stijl afloopt. Nou, nu dit helemaal naar de vloer gedaan is, kan ik makkelijk beginnen met de muur hier. Hij wordt helemaal niet zo heel breed. Ik denk dat ik hem 2 à 3 dik maak. 3 dik dus dan, als het ware, in het midden dus zo. Ik denk dat dit een mooie breedte is en dan kan ik daar mooi houden. Ja, dat gaat leuk worden. En dan had ik dus als doel om dit hier weg te halen. Deze precies de middelste. En dan, kijk, ik heb het pad al een beetje zo gecreëerd. Dat je dan zo en dan precies daar uitkomt en dan ook leuk de toren weer in kan. Dan heb je een beetje de connectie met het kasteel ook via de toren, weet je. Kijk, want het kan makkelijk. Je hebt hier gewoon een ingang nu al. En de ruimte is er. Dan kan je hier zelfs nog een kamertje maken. Of de ladder naar beneden of weet ik wat. En dan kan je precies via het pad zo prrrr, kan je daarheen. Laten we even kijken of we de outlines kunnen fixen en misschien al zelfs de route. Ik denk legit dat het makkelijker gaat dan verwacht. Want ik ben al, ja, zoals je ziet heel ver. Nu hoef ik alleen nog maar dit soort dingetjes toe te voegen. Gewoon eventjes. Dit soort dingetjes gewoon toe te voegen. Zo eventjes. Dat is een beetje een rare zin. Nee, maar oprecht. Ik denk dat dit gewoon niet zoveel werk gaat zijn als dat ik dacht. Dit kleine stukje muur. Ik denk dat de andere kant meer werk gaat zijn. En zoals eerder aangegeven, was het inderdaad helemaal niet zo heel moeilijk om dit te doen. Je zou denken, wow, is het helemaal klaar? What the fuck, Max? Wat heb je helemaal gedaan? Dat het al af is, wauw. Maar de onderkant, zoals je ziet, die is gewoon nog niet gevuld met cobblestone. Ik moet die hele onderkant nog eventjes bijvullen. Maar ik heb bij lange na gewoon niet genoeg cobblestone. Volgens mij heb ik zelfs 0. Ik kan het zeggen. Ik heb letterlijk alleen nog maar een beetje mossie. En voor de rest is mijn cobblestone op. Oh nee, ik heb 1 cobblestone blokje. Eentje. Dus het ziet er wel al goed uit. Alleen moet het wel nog opgevuld worden. En ik twijfel. Nu ik dit zo zie, zou steen hierin ook niet mooi zijn. Het zou wel een heel gedoe zijn om al dit steen ertussen te gaan voegen. Maar laat ik eens eerst even kijken gewoon. Het ziet er wel mooi uit hoor, dat steen. Oh, maar dat zou me zoveel werk kosten om dit nog helemaal even aan te passen. Maar ik zou geen Max heten als ik het niet zou doen. Dus we gaan het waarschijnlijk wel doen. Ah joh, dan doe ik dat buiten de camera om. Dan hebben jullie er ook geen last van. Zou ik dat wel voor mijn opnames nog even fixen? Voor mijn volgende opnames. Kijk maar, dit ziet er toch zoveel beter uit als we gewoon de steen er ook tussen doen. Dat is gewoon een hele upgrade. Geeft het gewoon wat meer texture of zo. En dan zou ik jullie moeten teleurstellen dat de cobblestone en de steen hier ook bij de volgende episode komt. Want we gaan deze aflevering afsluiten. Ons kingdom is dan nu ook gedoopt tot kingdom content. Ik vond het wel een leuke naam. Hou je nou van content veen? Abonneer dan zeker eventjes. Like ook even. We gingen voor 3000 likes. Deel het met je vrienden, met je matjes en je battes. En spreek ik jullie de volgende keer. Spreek laat een glaasje water. Tot 4. Flesje bier. Yeah.